Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Dertig Life sep... is life. Ja, Opus. Het is 30 september, ik denk dat dat 1983 was, dat nummer. Is dat? Ja. De 80's. Ik vind de 80's muziek echt wel goed. Ja. Alleen niet alles natuurlijk, hè, maar The Weeknd heeft hun of zijn laatste album is ook zo fantastisch, lekkere 80's vibe. Hè, is Wel, echt. ik vind het grappig dat je nu vermeldt over de Weeknd. Ik ben zo de CEO van Patreon, Jack Huppeldepup. Dat zijn de muzikanten, dat zijn een mislukte muzikant. Die heeft echt letterlijk van alles en nog wat gedaan. En dan heeft hij begonnen covers maken, speciale covers van nummers. En is dat op YouTube beginnen zetten. Hij heeft dan heel het Patreon, buy me a coffee ding, dus je kunt storten wat je wilt. En nu heeft hij zo'n YouTube-reeks, waar hij echt met superbekende muzikanten en producers nummers gaat ontleden. En ze hadden een video gemaakt, ik vond dat super gedaan. Why does the Weeknd sound more 80s than the 80s? En wat ik dus niet wist, is dat er dus, hoe noem je dat, van die filters en van die plugins, zoals dat dan bestaat, zoals dat heet liever. En die kunt dan eigenlijk nummers voor te zorgen omdat dat allemaal via een computer opgenomen is, dat klinkt te clean. En ze kunnen dat zo wat dirtier maken, hè? En ze kunnen dat wat ethischer laten klinken. Maar die Weeknd heeft dat zodanig ver gedreven, want The Weeknd en Aha, Take On Me, die sounds ligt heel dicht bij elkaar. Hè? En dus The Weeknd heeft dat gewoon, dat klinkt als de ethisch, maar eigenlijk is de ethisch genomen, maar nog veel verder gedreven en dat vuiler gemaakt. Maar voor ons klinkt dat de ethisch, ik vind trouwens, noemt hij. Van Uptown Funk, Bruno Mars. Ik vind dat die ook zo eind jaren 70, die jaren 80 sounds daarin. Ik woon daar, ja, ik weet niet, I'm a sucker for it. Ik vind echt. Ja, ik vind dat ook. I love the 80s. Alleen sommige dingen uiteraard niet. Maar nee, ik vind The Weeknd. Ja, ik hou wel van als je dan zo die flitsjes Ja, zo daar dan zo tussen komen. En inderdaad, het is zo over de top vaak. Dus, en dat mag al eens. Ja. Ik voel mij happy als ik naar de 80s muziek luister. Ja, maar ik vind dat er veel. Allez, ik vind dat wel zo grappig om. Noemt dat Måneskin of Måneskin of hoe noemt dat? Ja. Voor die gasten mee te zien en dan de jongeren daar zo, dat te zien op aangaan. Terwijl je denkt, ja, maar dat is gewoon de White Stripes gecombineerd met Led Zeppelin. Bedoel, dat is gewoon niet meer dan de jaren 70. Dat is een Strat met een Marshall volledig opengedraaid. En ja, mensen die niet te veel kleren aan hebben. En dat is eerder een bassiste die meer tepelstickers aan heeft. Ja, ik vind het ook fantastisch goed, hè? Maar tegelijkertijd denk ik van ja, weet je, dat is niet zo te zeggen dat dat nu revolutionair is. Ze hebben het alleen goed verpakt en al de clichés genomen. En ik ben ervan overtuigd dat ze zichzelf zijn. En het is inderdaad wel heel straf dat een Italiaanse groep ja, echt zo'n wereldhit scoort. Maar ik vind dat allemaal net als The Weeknd. Het is gewoon heel goed gedaan. Maar ze hebben de mosterd wel ergens van gehaald natuurlijk. Hè? Dus Maar doen we dat niet allemaal een beetje? ja, tuurlijk. Ik doe dat ook als gitarist. Ik ben gewoon niks anders dan een amalgaantje van al de invloeden dat ik ooit gehoord heb. Maar ja, kijk, alleszins, ik denk dat de Weeknd verantwoordelijk is voor mijn happy gevoel. Denk jij dat niet? Ja, zijn niet zelf Dat verantwoordelijk? Goed, brengt ons naadloos bij denk ons dat onderwerp van vandaag. denk dat dat Yes. la de Ik heb laatste weer de een la bruggetje gevonden. Ja, het is dat. Ik denk dat dat de langste intro is dat we ooit gedaan hebben. Ja, dat is. Ja, ik. Ja, zijn je niet zelf verantwoordelijk voor je gevoel? Zeg je dat niet? Ik Allee, vind de dat week. wel eerlijk gezegd, hè. Dus ik weet eigenlijk niet wat dat jij ging zeggen, hè. Dus lieve mensen, als je kijkt en luistert, Peter kwam in één keer op met een interessant onderwerp. En meestal weten we niet wat dat we ervan vinden van elkaar. Maar we zitten wel 99 keren op de 100 op dezelfde golflengte. Maar dus de vraag was, je had iets gehoord Ja, van. ik had inderdaad iets gehoord. Ik kan iets zien passeren. Ik vond het een heel grappige discussie. Hè. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hoe dat iemand hem voelt. Sorry, de mens is zelf verantwoordelijk hoe dat hij hem voelt. Ik vond dat een heel interessant statement. Zo die twee uitersten tegenover elkaar. En ik vond dat wel. Het is al een paar weken dat ik denk van. Wat zou Greet Bunnes daarvan denken? Ja. Ik vind Bijvoorbeeld. ook wel dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gevoelens.
En we hebben dat al dikwijls gezegd, en ik zeker. Voor mij is de laatste paar jaren ben ik enorm bezig geweest met bewustwording op verschillende vlakken. Maar dus bijvoorbeeld ook heel onnozel, bewust zijn van wat dat gezegd en denkt en voelt en eet en drinkt enzovoort. Hè. En dus ook wat dat je voelt. En een van de quotes die ik al jaren als een toppertje vind, dat is van Eleanor Roosevelt, die zegt, nobody can make you feel inferior without your consent. En ik weet als ik dat zeg, dat heel veel mensen dan zeggen, oh, en dat is niet waar. En als iemand u denigreert en u voor het lelijk van de straat uitmaakt en u kleineert dus. Hè, want vertaald is de quote van niemand kan u inferieur laten voelen tenzij je toelaat. Dus dan is dat toch de dier zijn schuld, zeker dat hij mij kleineert. En dat is dat ik mij klein voel, dat is dan allemaal zijn schuld. En ik geloof wel in die quote van Eleanor Roosevelt, dat inderdaad, dat jij dat om een of andere reden, dan, allee, als jij voldoende sterk in je schoenen staat en gegrond zijt en zen zijt, bij wijze van spreken, voldoende zelfliefde en zelfvertrouwen hebt, dan mag iemand je proberen kleineren, dan gaat dat niet binnenkomen en dan gaat je dat niet toelaten. Dit gezegd zijnde... het is natuurlijk niet zo easy als dat ik het zeg. Hè. Als iemand u constant zit neer te halen en er constant op u zit te kappen, plezant is dat niet. En we gaan die persoon zijn of haar acties dan ook niet goed praten. Maar ik denk dat het wel een hele interessante is om dan heel dicht bij uzelf te blijven en het niet toe te laten dat die andere u zo negatieve gevoelens geeft of bijvoorbeeld inferieure gevoelens, kleine gevoelens geeft. Dus bij deze mijn antwoord, ja, ik geloof inderdaad dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze gevoelens, dat we daar wel kunnen naar kijken. Nogmaals, wat dat niet betekent dat we moeten goed praten, wat andere mensen denigrerend of weet ik veel wat met u omgaan. Plus, dat betekent niet dat we dat zomaar moeten accepteren, ook niet. Hè? Ja, het is dat. Ik denk wat vind jij er zelf van? Ik vind dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Dat is natuurlijk heel makkelijk en heel zwart-wit uitgelegd. Maar voor mij zijn er al verschillende dingen aan. Ten eerste, dat heeft een beetje te maken ook met dat van verleden week. Hè. Je zo projecteert je een shit op iemand anders. En gevoeld, dat is dan weer een emotie, wat voor mij iets anders is dan een gevoel. Maar als je dat gefrustreerd voelt, of het een of het ander, of boos of irriteert, ja, ik bedoel... Ik denk dat het is zeker niet de bedoeling dat je dat wil iets zeggen over je. En het is interessant om dat te gaan onderzoeken, maar bij jezelf te gaan kijken. En ten tweede is van, ja, als iemand inderdaad van in een, je uitmaakt of vernedert en al, of gewoon zelfs dat je voelt dat ze continu energie uit jou aan het zuigen zijn, want dat past dan voor mij ook allemaal een beetje in, dan voor mij... Je kunt dat tegenin gaan, maar sommige mensen kan je niet overtuigen. Hè? Ik bedoel, die gaan blijven een slachtoffer houden en blijven projecteren. Ik denk dat het dan beter is dat je dat voor een afsluit. En dat je desnoods fysiek weggaat en andere mensen opzoekt waar je wel positieve energie van krijgt. Dus dat is iets dat... Dus vandaar dat dat... Allez, is dat 100% waar? Ja, dat voor mij is dat 100% waar, maar... En natuurlijk in een toxische omgeving zit of professioneel of zo, ja, voor mij zou dat echt wel een reden zijn om te vertrekken. Dat gezegd zijnde, is het ook het omgekeerde waar. Het is niet omdat je slecht voelt dat je dan, dat is dan weer hetgene van verleden week, ja, ik voel me slecht, het is mijn werkgever of het is ik weet niet wat dat allemaal is. Ja, het is hun schuld. Ja, dat vind ik ook wel een beetje te simplistisch, eerlijk gezegd, zie je. Dus dat is. Dan vind ik dat je net verantwoordelijkheid moet nemen en gaat onderzoeken. Ah, wat ligt dat hier? Zit ik in de verkeerde omgeving? En het is altijd, je had het daarnet eigenlijk zelf gezegd, ik geloof heel sterk dat alles met alles verbonden is. Dus hetgene wat je denkt, wat je voor een deel zelf kan kiezen, hetgene wat je eet, hetgene wat je voelt, dat hangt allemaal aan elkaar. Als je natuurlijk hele dagen junkfood eet en cola drinkt, kan ik je verzekeren dat je echt slecht gaat voelen. Want die dingen hangen aan elkaar. Hè. Bepaalde mensen die vanuit een burn-out of uit een depressie te geraken, wat ze het eerst aanpakken, is voeding bijvoorbeeld. Hè. Dus ook daar bewust van zijn. Maar ook bewust van zijn wat je kijkt op tv.
Of in de krant en dergelijke meer. Ja, die dingen voor mij hangen allemaal aan elkaar. Tuurlijk, ja. Ja, en we zijn inderdaad, allee, is dat in onze opvoeding, vraag me dat eigenlijk af. Het is natuurlijk gemakkelijk om de schuld bij een ander te leggen, hè. We leven, heel veel mensen leven out there, hè, bij wijze van spreken, en niet genoeg in zichzelf. En dan is het natuurlijk gemakkelijk om te zeggen, ja, maar het is die zijn schuld, of het is de schuld van de economie, of het is de dien die mij happy maakt, of net weet ik veel wat zo. Ik denk dat het echt een oefening is waarbij dat we, en zonder daar een oordeel te willen over vellen, Ja, hè. ik voor mij, ik vind dat, hoe moet ik dat gaan zeggen, is natuurlijk niet wetenschappelijk onderbouwd en dat hoeft ook niet. Alleen, ik heb natuurlijk een tussen haakjes mini-mensje, want dat woord mag ik eigenlijk niet gebruiken, want die mens is al heel op zichzelf, hè. Mijn zoon, en die heeft dat ook, hè. Dus als er hem iets niet zint, of hij krijgt zijn hoesting niet, dan is het is jouw schuld, hè. En het is dat, en je bent slecht, en dan zie je die projectie opkomen en dan vraag ik me ook af zo van, ja, van wat komt dat hier? Heb ik dat hem aangeleerd? En wat ik ervan denk, is dat denk vanaf een jaar of 4, 5, hè, dus tot 8 jaar staan die kinderen volledig open in een soort hypnose en alles wat je ze vertelt, geloven ze. Dus als je ze zegt dat ze, ja, dat ze er niks van bakken, gaan ze dat ook geloven, hè, dat ze Sinterklaas geloven. En dat ego is aan het ontwikkelen. Bestaat dat niet? Bestaat die niet, Ja, Sinter? Je sorry. wist het. Ja, sorry, ik heb je onderbroken. Ja. Maar er zijn nog wel dingen die we denken dat geloven, dat eigenlijk ook niet bestaan, of dingen die. Ja, het Bah, schijnt, het schijnt. ja. Hè? Anyway. Maar goed, en dus, wat je dus ziet, is dus dat dat ego aan het ontwikkelen is. En dat ego heeft als doel om te overleven. En voor mij heeft het daarmee te maken, is dat een soort kramp dat je schiet, een soort dat ego schiet aan, en dat is voor je te verdedigen, zo van, je voelt je onrecht aangedaan of voelt je gefrustreerd, en dat is weer die emoties, die energie-emotie. Alleen is de bedoeling dat je kind aanleert dat dat oké is, dat dat gefrustreerd voelt, en hoe dat hij daarmee dient om te gaan. Terwijl, denk ik, in de opvoeding, vroeger, hè, ik hoorde dat al langs op een andere podcast van Zonder Zever, met dokter Servaas Benjé, dat hij tot zijn 36 of 38, dat is zo'n sportdokter, hè, die zo intermittent fasting promoot. En zegt hij, ja, mijn oma heeft me opgevoed. En iedere keer dat ik me slecht voelde, of me gefrustreerd voelde, kreeg ik een snoepje. Ja, en daar wordt het wel aangeleerd. Hè. Dus als je niet goed voelt, moet je toch hier een snoepje, ga je beter voelen. En dat is dus van een heel onschuldige ding, maar het wordt ons er wel ingestampt. Hè. Dus die dingen hangen ook. Dat wordt er eigenlijk ingestampt om die tussen haakjes negatieve gevoelens, want dat zijn geen negatieve gevoelens, wat is een spectrum of emoties, om die weg te gaan duwen. En daarentegen daar te gaan instaan, is eigenlijk het ding, te gaan instaan en te gaan voelen van, hé, wat wil mij dit leren? En oké, of gewoon toegeven, ja, ik voel me gefrustreerd. En daarin gaan staan en dan te gaan zien dat dat automatisch weggaat. Maar wat we natuurlijk geleerd hebben, is er tegen vechten. En dat natuurlijk, ja, dat gaat dat dan versterken. Hé, wat je aandacht geeft, groeit. En dus vandaar, als ik dan naar Jules kijk, dan denk ik ook zo van, ja, allee, ik wil niet dat je zo gefrustreerd voelt, maar ik denk, dan is het net, je moet je gefrustreerd voelen. En hey, die tantrums, zoals dat dan heet, ja, zoals dat dan heet liever, dat hoort daarbij. En ik denk dat dat daardoor komt, dat ego is, en we moeten dat door. Ik bedoel, op z'n 14, op z'n 15, volgens mij gaat die ook zitten vragen, en heeft dan nu al maar Pokémon-kaarten, gaat dat ook gaan over Nike-schoenen of over een gsm, en je kunt dat proberen weg te nemen, maar dat gaat niet. Ik bedoel, ik denk die moet dat door. En je moet door die fases gaan totdat je rond je 30, 40 begint te beseffen. Zo van, dat is het eigenlijk niet. Dat maakt me eigenlijk niet gelukkig. Ik heb het nu eigenlijk wel allemaal gezien. Dus ik denk dat bewustwordingsproces, dat niet zo is dat je dat op één keer kan wegnemen, dat je daarvan bewust geboren wordt. Ja. Daar ben ik Ja, en wel. sowieso, wat ik daar juist aan het zeggen was, het is natuurlijk nooit zo zwart-wit, hè. Dus stel dat je een businesspartner hebt, of weet ik veel wat, hè. En dat pak nu het voorbeeld van een businesspartner waarmee dat je al jaren zaken doet, en die
Die bedriegt u, hè? Die pakt al het geld van uw rekeningen af, hè? Ja. Bijvoorbeeld, en die is in één keer vertrokken met de nul, dus om met al uw geld. Ja, dan dat je daar dan kwaad of lastig of triestig of teleurgesteld of weet ik veel welke Ja. gevoelens bij voelt, dat lijkt mij ja, logisch. En dat je dan de neiging hebt om te zeggen, ja, het is die zijn schuld, dat ik mij Ja. zo voel, lijkt mij inderdaad ook wel logisch. Hè? Ja. Dus it's a fine line. Hè? Dus Ja, maar die... ik ken iemand die dat dus meegemaakt heeft. Hè. Een vriend, maar ik zie hem niet meer zoveel. Maar die heeft dat letterlijk meegemaakt. Die heeft letterlijk, ja, noem je dat, met een aantal venoten. En een ervan die dacht dat dat een heel goede maat was van hem. Die heeft eigenlijk hem jarenlang bedrogen met geld in het buitenland te versluizen langs allerlei rare kanalen. En ja, opgelicht, hè. Echt, dat je denkt van, man, heb je geen geweten of zo? Dat ik echt denk van, wat bezielt er je om een ander zo'n duvel aan te doen? Ja, en dan, weet je wat ik dan natuurlijk weer krijg? Ik heb dan zoiets van, pas op, ik zou ook kwaad zijn, hè? En dat is denk ik dat dat heel normaal is. Tegelijkertijd is dat dan ook een punt van, ja, het is nu wat het is. En ja, en karma, whatever smits is, it's target. Dat is iets wat ik, dan kom je weer in dat spirituele met die energie, hè? Dat is een soort, alles moet in evenwicht zijn. Ik denk dat dat ook in een boek van Gary Zukav, of noemt hij, ook aan bod komt. Hè? Dus alles wil hem in balans gaan stellen. Dus ook dat die energie die negatief is, die wordt op een bepaald moment ook naar jou teruggekeerd, omdat dat zo in balans probeert te komen. Allee, dat is toch hetgeen wat ik mezelf heb wijsgemaakt hoe dat werkt. En, dus, ah, weet je, ik bedoel, dat is ook wel normaal dat je kwaad voelt en dat is kak en dergelijke meer. Tegelijkertijd, ja, weet je, ik bedoel, ja, en dat was, ik kom toch weer op een ander punt, hè. Wat is de les hierin? Hè, Ja. bedoel, is dat dan de les in zelfliefde? Moet ik dan misschien, en dat is hetgeen wat ik wel, hey, als ik dan met mensen, mijn collega's, dat ik heel, vrienden, dat ik heel dicht mee samenwerk, dat ik dan effectief, als dat zoiets gebeurt, zo van die toestanden, die dingen gebeuren, en zeker zo, ja, in wat moeilijker, allee, moeilijker tijden, enfin, dat is zo weer zo'n woord, dat soms wat challenging is, ja, dan is dat eerste zo van, oké, maar wat wil me dat hier leren? En voor mij, die vraag, hey, of wat wil het leven van mij? Ik vind dat heel helpend. Omdat ik weet, omdat ik het al weet, als ik in mijn ego ga zitten en ik ga continu in die boosheid gaan staan, dan weet ik dat dat niet de oplossing zal zijn voor hetgeen dat voor me ligt. Ik ga dat niet uitgraven. Integendeel, die zelfbeklag en ik vind kwaad en toestand en dat slachtofferrol. En mag je dat toelaten voor een bepaalde tijd? Hey? Dat heb ik niet gezegd. Hey? Maar op een bepaald moment denk ik ook van ja, bon, het is nu wat dat is. Bon, wat ligt er op tafel? En ja. Maar pas op, Ja, dat is de techniek ook, hè. Het is inderdaad dat stuk, dat slachtoffer. Je bent echt wel een slachtoffer in dat geval. Het ding is, blijf je erin hangen en blijf je erin wentelen, bij wijze van spreken, en blijven zagen en klagen. En oh, wat heeft hij mij aangedaan aan het einde van de wereld en bla bla bla. Of zeg je van, kijk, hè, wat hij mij aangedaan heeft, is uiteraard niet oké. Okay. En ik voel me daar inderdaad gefrustreerd, kwaad en weet ik veel wat over. Maar inderdaad, en what's next? Hè? Dus wat gaan we daar nu aan doen? Wat leer ik eruit? I don't know. En zonder dan hopelijk eruit te leren dat je dan moet verbitterd worden en niemand meer te vertrouwen. Hè? Ja. Ja, het is dat. Dat is zo typisch Dynasty-toestand. Maar goed. Wat het er wel is, wat ik wel geleerd heb, gereed, is dat. Als ik natuurlijk vertrek uit mijn eigen referentiekader, is dat heel makkelijk om zoiets te etaleren. Want je bent verantwoordelijk voor je gevoel. Ik heb intussen het wel geleerd door het te zien in verschillende situaties, dat je nu eenmaal. Komt met een bepaalde package van hoe gevoelig dat je aan bepaalde dingen bent. En sommige mensen zijn gewoon veel gevoeliger en komt dat keihard binnen. En anderen, ja, die hebben geen gevoel, bij wijze van spreken. Dat volgens mij ook niet bestaat, maar kom. En dus voor de ene persoon zal dat iets meer tussen haakjes werk zijn dan voor de andere persoon. Of zal voor die ene persoon die het meer voelt, ja, die gaat zichzelf meer dienen te beschermen en meer dienen, ja, weg te gaan van dat soort situaties. En
Dus dat vind ik wel een heel belangrijke nuancering, want ik vind het voor mezelf, in bepaalde situaties vind ik dat heel makkelijk om dat te zeggen, ja, wel wat dat is. En andere mensen staan erop van, hoe kun je dat zo makkelijk en snel overgaan? En ik heb dus iets van, ja, ik kan niks aan die andere persoon veranderen. Ik kies voor mezelf en ik kies voor mijn eigen verantwoordelijk, voor mijn eigen gevoel. En ja, dat is wat dat is. En die ander, ja, dat is een plan of hij, zij of zijn plan trekt met dat gevoel. Alleen, want ik voel dat niet, die persoon. Dus dat is wel iets dat ik wel geleerd heb van, ja, iedereen reageert er wel anders op. En het lijkt me wel, ja, ik dat zo heel gevoelig vind, dat lijkt me, ja, verschrikkelijk. Ik ken echt zo'n aantal dames, ik wil er niet, man en vrouw, dat heeft daar volgens mij niks, dat heeft er niks mee te maken. Maar die echt zo, ja, elk ding die gezegd wordt, gaat dat de kom keihard binnen, die voelen dat keihard en al. En dat is zo, ja, dat kan ik me wel Maar ja, inbeelden. het is dat ook. We mogen met de nodige compassion, en empathie naar de ander kijken en niet in het oordeel schieten en zeggen, allee, den die. Weet je dan nu niet, that nobody can make you feel inferior without your consent. Leer de keer, doe de keer die zo, blijf de keer die in die slachtofferrol hangen. Ja, we are we to judge, in zeg ik ook altijd. Dus in die zin, ja, mogen we daar inderdaad. Ieder heeft zijn pad en ieder heeft zijn gevoelens en iedereen is, de ene gaat meer op het een reageren dan het ander. Dus laten we daar inderdaad wel bewust van zijn. Ik denk dat onze podcasts vooral ook interessant zijn voor mensen. Allee, hoop ik dat ze er een keer bij stilstaan, inderdaad, hè? Ja. Dat wij hier niet zijn met onze podcast om hier een oordeel te vellen, constant, of te laten staan, te beoordelen en veroordelen. Maar dat we inderdaad even eens willen mensen laten nadenken. Hè. Potten open doen, dat de mensen een keer kunnen kijken en dan zien van, ah ja, dat is interessant, ik ga daar een keer over nadenken. Als ik mij nog een keer gekwetst voel of zo, of ik daar blijf in hangen en of ik inderdaad de neiging heb om de schuld dan bij een ander te zetten. Ah, Dus. oké, dan wist ik niet dat dat de bedoeling was. Ik dacht dat dat was voor bewustzijn te creëren, of liever mensen te laten kennen met het nieuwste werk van Muse, Metallica, The Weeknd of Nee, eigenlijk is de bedoeling Måneskin. dat alle mensen onze cursussen kopen. Hè? Ah ja, Heb je het is dat al juist. gedaan, jij die daar kijkt en luistert? En als je niet onze cursus koopt, het minste wat je kunt doen is likes geven. Hè? Deel dan een keer met de gemeente. Volgens Hè? mij Geef eens wat feedback op onze geweldige podcast. had de feedback komen, we mogen eigenlijk wat meer effort steken in de promotie van jullie cursus. Maar goed. Alright, lieve mensen, ik denk dat we hierbij aan het einde zijn. Alleszins, jij die luistert en kijkt, een dikke merci om te kijken en te luisteren. Geniet van het weekend en tot de volgende week. Bye bye. Doei.